Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors. Ja, prima gedaan. Recuperatie. Met Hermoso, die was meegeschoven. En João Félix. En weggehaald nog. Het was nodig door Alonso. Prima gedaan. Want twee mensen in zijn buurt om te besluiten. Dat is wat Atletico kan. Hè. Vaak laag staan we dan toch plotseling komen met druk. En in één keer man in balbezit opgejaagd. Overigens, Llorente ook. Ook winnaars. Suárez. En Lemar. Ja, dat scheelde niet zoveel. Goeie beweging van Suárez. En Tuchel ontevreden, want ze waren er dichtbij, die van Atletico. Ja, hij vond dat dit te gemakkelijk ging natuurlijk, want Suárez weg met de bal. Twee jongens in de wind, Alonso en Rüdiger. En dan Vollemar, ja, iets te ver voorbij die tweede paal, denk ik, om hem echt nog tussen de palen te krijgen. Mount, goede voorzet. Werner komt een paar schoenmaten tekort. Voilà de reactie van Chelsea. Zo hebben we twee keer vuurwerk binnen de minuut. Eén keer aan elke kant. Op een gelijkaardige manier met een lage bal voordoe. Nu wel aan de eerste paal te doen. Daar was het nu warm. Mount Werner. Dit is goed. Mooie beweging van Werner en een schot. En Oblak moet hem toch redden. Ja, prima gedaan hoor, van de Duitse spits van Chelsea. Alonso gooit naar Werner. Spiliqueta. Nu wel actie van hem naar binnen. Met links trappen en een plukbal, geen corner. Correa, João Félix aanname, mooi. En hier Lemar. Suárez kiest positie. Acrobatisch, maar niet geslaagd van João Félix. Maar het is het wel helemaal. Hè. Toch hopen op dit soort momentjes. Alonso. Giroud kan hem niet meenemen. Giroud nu de omhaal en de goal. Onvoorstelbaar, maar buitenspel aangegeven waarschijnlijk. Jammer. Olivier Giroud, en het deed het acrobatisch en technisch quasi perfect. Maar gevlacht. Het is een doelpunt. Ja, ja, ja. 0-1 voor Arsenal. Protest. Chelsea. Voor Chelsea, pardon. Protest bij die van Atletico, maar het zal toch juist zijn. Juichen na een minuutje of drie, maar even blij hoor. Blijft iemand die een goal kan maken natuurlijk hier de kluts. En dan, ja, is Hermoso zijn linkerbeen. En zijn reactie verraadt het ook, want hij is eerst teleurgesteld. En dan denkt hij ook aan buitenspel. Dus hij speelt het een beetje mee.
Werner. Snelle benen. Hermoso geraakt er niet meer bij. Werner, het schot knalt erin, het zijn het. Ja, de enige die een beetje mee was, was Kanté. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.